Engelse kranten en media dat Tottenham Hotspur geïnteresseerd zou zijn in Louis van Gaal. Nadat de eerder Frank de Boer benaderd zou zijn of een van de kandidaten zou zijn. Zou dan eventueel Van Gaal nu in de picture zijn. Duo-banen, jij hebt er ervaring mee. Is dat wat? Ja, een prachtige club natuurlijk. Traditierijk en een club met heel veel geld. Dat moet ook wel in dat land. Een dubbelbaan zou wel kunnen, maar ik geloof nooit als dat aangeboden wordt bij Louis dat hij dat zou doen. Kijk, hij gaat naar een WK toe. Toen ik het deed, waren er alleen kwalificatiewedstrijden. Dus het was AZ België toen. AZ in België. Maar nu gaat hij naar een toernooi. Die heeft er geen tijd voor om een dubbelbaan te doen. Mm-hmm. Misschien is het goed om even de situatie op een rijtje te zetten. Het werd dus gisteren gemeld. Media nemen dat vanochtend ook weer verder op. Hebben het over Frank de Boer, hebben het over Glenn Hoddle. Die heeft groen hoed en hebben het over Van Gaal. En dan opeens blijkt dat er vanuit Engeland een privévliegtuig opstijgt. Daar zit in Daniel Levy. Die komt aan rond 12 uur op Schiphol-Oost. Wij kunnen dat niet helemaal volgen, maar wat doen we? We zetten iemand voor de deur in Noordwijk om te kijken of we Levy zien. Die hebben we niet gezien, maar die is er wel de hele middag geweest. Alhoewel Louis van Gaal daar wat schimmig over doet. Mag ik wel op vraag? Wat is de reden van uw komst? Wij dachten dat de heer Levy van Tottenham eventueel bij u de wedstrijd had gekeken. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Is er enige interesse vanuit Tottenham, voor zover u weet? Nou, daar ga ik allemaal niet op in. Dat doe ik nooit. Dus ja, ik snap niet waarom u hier komt. We hadden gehoord dat er eventuele interesse vanuit Tottenham was. Volgens mij berichten de Engelse media daar vanochtend ook mee. Nou, ik heb ook gelezen dat Frank de Boer in de picture was en Hiddink in de picture. Dat doen alle makelaars, die zeggen dat. Vinden ze interessant. Maar of het werkelijk zo is, ja, dat weten we nooit. Er speelt in ieder geval niks, voor zover u nu kunt vertellen. Ja, daar gaat het dus niet om. Want ik geef nooit commentaar op de aanbiedingen die ik krijg. En dat wil ik graag zo houden. Nou, wij dachten dat er nieuws was, dus we probeerden het na te trekken. Maar we weten bij deze dat er niet speelde, dus vandaar. Zo belangrijk is dat toch niet? Nou ja, wij vinden het wel interessant. Als u trainer van Tottenham zou worden, zouden wij dat toch wel groot nieuws vinden? Nou ja, ik heb gezegd dat ik in de Premier League wilde gaan werken. Dus de kans is groot. Maar dan nog, er is een tijd wanneer dat bekendgemaakt zou kunnen worden en niet. En er is altijd in de voetbalwereld een tijd dat voorbereid moet worden. Dus dan is er geen plaats voor de media. En jullie willen dat toch doen. En dat vind ik vreemd. Want volgens mij is er ook enige privacy. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar het voetbalweekend is afgelopen, dus we willen allemaal. We hebben al 2 weken om ons te verlekkeren over Oranje. Dus al het nieuws daaromtrent zouden wij interessant vinden. Dat heeft niets met Tottenham te maken. Nee, maar misschien zou u een duo-baan kunnen beginnen bijvoorbeeld. Nou, iedereen die mij kent weet dat ik dat niet doe. Dus dat is zeker niet het geval. Nou ja, de excuses nogmaals dat we. Dat we u zondagavond hebben verstoord, maar ik hoop dat u toch alsnog een prettige kerstvakantie heeft. Startig, volgens mij. Ik wens jullie een prettige avond. Dag. Onze redacteur Johan van der Ploeg die heeft daar een tijdje gestaan in Noordwijk. En uiteindelijk kreeg hij toch, vind ik, een hele spontane verhaal voor de camera. Die in ieder geval beaamt wat jij zegt. Een duurbaan, daar is geen sprake van. Dat hij gesproken heeft met Levy wil hij niet zeggen. We hebben hem net ook nog gebeld en gezegd, ik wil er verder niets over kwijt. Mm. Maar we weten dat het gewoon gebeurd is. Spurs en Van Gaal, het zou na dit seizoen een mooi huwelijk kunnen zijn. Ja, maar ik weet niet of hij nog geld krijgt om wat te spenderen. Ze hebben 100 miljoen gekregen van voor Bale. Dat hebben ze gespendeerd. Dat heeft Villas-Boas niet goed gedaan. Dus of hij nu nog wat kan doen, dat betwijfel ik. Dan zal hij het moeten doen met de spelers die hij heeft. Is niet zo slecht. Ik denk niet dat hij een slechte elftal heeft. 6,8 Maar ik denk dat ze anders zouden moeten gaan spelen. En ja, dat zou nog een tijdje duren om dat erin te krijgen. En de Premier League is toch een heel ander verhaal. Wij willen altijd onze pasing, tijd om pasen. Dus het gaat er volop, dus je... Dus ik ben wel benieuwd, als hij daar zou zijn, zou ik het wel volgen. Want Wenger heeft toch ook zijn eigen stijl? Ja. Dat kan wel. Maar weet je, Tottenham is wel altijd een voetballende club. Daar hebben ze heel lang gezwalkt tussen toch een beetje angstig voetbal. Dus
in principe om een Nederlander aan te stellen als trainer, dat zou ik wel heel leuk vinden. Arsenal, ja, tuurlijk, fantastisch. Zou ik het leuk vinden? Maar Arsenal stelde ook Wenger aan toen hij totaal onbekend was. Hij kwam uit Japan, geloof ik, toen. Ja. Nu Tottenham ook. Je ziet weer dezelfde ouderwetse reflex. Een beroemde trainer, Van Gaal. Dat is nu een man zit daar op de bank, Sherwood. Geweldige speler geweest. Ja, bij Blackburn Rovers en kampioen van Engeland. En bij Tottenham Hotspur, schitterende voetballer. En ik heb hem een paar keer gehoord. Goeie manager lijkt me dat. Ja, nou, mag ik wat zeggen? Ja, zeg het, Ruud. Ik toen... Ik wil even over zeggen. Ja. Want toen Redknapp nog coach was en Jamie Redknapp zijn zoon is een hele goede vriend van mij. Ja. Nou, die hebben toen aan mij gevraagd van de Vaart is een goede speler. Moet je doen. Was net voor de deadline 11:30 gebeld moet doen. Nou, dat hebben ze gedaan. Toen heb ik tegen ze ook gezegd, neem Suarez. Nou, zijn ze naar gaan kijken daarna. Toen is Chillingham ook, heb ik ook gezien, samen met Ferdinand. Die gingen mij allemaal vragen stellen over hem. Ik zeg, nou, die moet je gewoon nemen, blindelings nemen. Ja, we weten het niet helemaal, terwijl ze hem bekeken hebben. Dat vind ik dan ook een fout. Dat heeft natuurlijk... Maar jij hebt het over Sherwood, maar hij heeft het over Sherwood. Ja, maar Sherwood, sorry. Sherwood. Omdat Ferdinand en Sherwood zijn assistenten ook koud. Nog steeds, hè? Zijn ook koud, hè? Nog steeds, ja. En daarna hebben ze tegen me gezegd, ja, we hebben toch wel een foutje gemaakt. Dus ik vind het wel leuk dat ze het wel weer doen. Want in Engeland is het ook zo dat iedereen eigenlijk toch ook wel weer terug wil naar die Engelse coaches. Ja, omdat ze het gevoel hebben dat alles te veel bepaald wordt door maar Van Gaal kan overal zijn stempel op een elftal drukken. Dat is geen twijfel. Nee, lijkt me een geweldige combinatie. Ja. En het is veel leuker voor ons, Louis Van Gaal, dan Sherwood. Dat weet ik ook wel. Maar luister, als klopt wat Ruud zegt, dat ze geen extra geld meer zouden hebben, dan is hij natuurlijk bij uitstek de goede trainer die van een bestaande spelersgroep een betere elftal gaat maken. Daar is hij natuurlijk de beste in. En hij heeft dan in ieder geval de tijd, ondanks het feit dat hij daar nog niet zou gaan werken, om in een half jaar de boel zo op te lijnen dat als hij na het WK daar komt, dat hij precies weet hoe of wat. En zij ook. Ja, ik vond het overigens wel leuk aan dat interview dat hij in het begin dat je denkt van hij gaat gewoon helemaal niks zeggen. Maar uiteindelijk wil hij eigenlijk toch wel zeggen dat hij allemaal zo'n prachtig gesprek. Ja, mooi, hè? Die twee beschaafde mensen. Ja, ja dat geweldig. Ja, dat deed het fantastisch. Ik moet zeggen, Louis ook. Dus wordt vervolgd wat dat betreft. Goed, we gaan naar het voetbal van...